Hallo, Imkes Bondijnse. We hebben te maken met een zeer wisselvallig voorjaar en redelijk wat onzekerheid over de lentedracht. Sommigen onder jullie plaatsen waarschijnlijk al een honingzolder op jullie volk. Misschien hebben sommigen onder jullie al geslingerd en plaatsen jullie de honingzolder al terug. Maar kunnen jullie nog eens uitleggen hoe we dat het beste aanpakken? Alvast bedankt voor de suggesties en de tips. Dag! Vandaag gaan we het volk die we vorige keer nagezien hebben en waar we de onderbak weggenomen hebben, een keer controleren en kijken of we kunnen uitbreiden ze en of we eventueel al een honingzolder kunnen opzetten. Ik ga eerst eventjes mijn beroker aansteken. En we geven een klein stootje rook en we laten de rook eventjes inwerken. Ondertussen neem ik mijn kasbeitel. Ik heb hier twee modelletjes. Dit modelletje is dus ideaal voor mensen die werken met Hofman raampjes. Je kan tussen de raampjes hiermee gemakkelijk wrikken. Is ook het voordeel, je kan hier ook mee schrapen. Voor onze kasten hier in de Brielmeersen is dit model ideaal. We hebben hier dus een hefboompje. We hebben dus hier een snede en ook hier een snede waarmee we dus was en overtollige propolisresten kunnen verwijderen. Ik neem voorzichtig de folie weg. Het voelt zeer warm aan. Het is een 12 raamskast. Ze is volledig bezet. Dus eigenlijk is dat vol klaar om uit te breiden en om een honingzolder op te plaatsen. Het heeft geen nut om honingzolders op te plaatsen als uw bak niet volledig bezet is. Het eerste dat we een keer gaan controleren is ons darrenraam. Die lege kader die we er vorige keer ingehangen hebben. Ik tel hem voorzichtig eens op. En je ziet, hij is al deels opgewerkt en zijn al een aantal gesloten celletjes. Het is nog te vroeg om hem te snijden. Het zal zeker nog 14 dagen duren. Ik ga toch eventjes roken, want we gaan van de gelegenheid gebruik maken om onze topplatten een klein beetje te reinigen. Je ziet dus, de bijen zakken gewoon naar beneden. Waarom reinig ik dat? Omdat ik straks een moerrooster zal moeten opleggen. En alle restjes was worden verzameld en gaan straks in de wassmelter. Met het hefboompje tillen we de raam een klein beetje omhoog. En wat zien we? Eigenlijk zien we niet veel, want het zit bomvol met bijen. Hoe kun je dat voorkomen? En dan neem je dus uw hand. Je hoeft niet te duwen, gewoon zo, een beetje op en neer en je ziet dus de bijen gaan opzij. En we zien dus hier een raam met gesloten broed. En ik zie dus ook dat dus de lege celletjes al een beetje glinsteren van verse nectar. Dat is werksterbroed. Hier, die dikke bobbels. Dat is darrenbroed. En als je dan goed kijkt hier, hier zie je zelfs een speeldopje. We gaan nog een raampje verder. Hoef ik de koningin te zien? Eigenlijk niet. Ik weet dus nu al dat het hier een goed volk betreft. Ik bekijk de voorzijde. Je bekijkt de ommezijde. En moet je een beetje lang kijken of zoeken ze, dan kan je dus het raamje laten rusten op een hoekje. Ondertussen komt hier een stuifmeelhalstertje binnen. Op zoek naar een celletje om iets in te stoppen.
voor mensen die met handschoenen werken, is een raampjeslichter een goed instrument. Maar ik werk daar niet graag mee. Voilà, ik weet genoeg. Het volk is een goede doen. Ik ga de raampjes terug netjes ordenen. En daar een raampje terug op zijn plaats. Het darrenvangraam, dat is het juiste woord. Eventjes een klein stootje rook. En nu gaan we deze bak even op zijn deksel zetten. We tillen hem op. En ik kan op het omgekeerde deksel staan, zodanig dat er geen bijen geplet worden. En we nemen een nieuwe broedbak. Ik gebruik 4 opgewerkte ramen en 8 waswafels. Voilà. En je ziet dus opgewerkte ramen en waswafeltjes. Hierboven komt dan onze romp met onze bijen. We laten dat voorzichtig zakken. Hierboven komt dan onze moerrooster. Vandaar dus dat ik de topplatten gereinigd heb. En boven het moerrooster komt een honingzolder. Met 6 uitgeslingerde ramen van vorig jaar. En je ziet dus, ze zijn zelfs droog gelikt. En met 6 waswafels. Voilà, ons volk is klaar voor de voorjaarsdracht. En het dak. Klaar is Kees.